De komende verkiezing zal de laatste kans zijn om deze generatie te redden. Dit zei Gregory Rusland, NPS-voorzitter, afgelopen zaterdagavond in Grundjari tijdens de Opojari-bijeenkomst van NPS Paramaribo. Deze generatie en die nog moeten komen, hebben volgens hem redding nodig van een regering die op een verantwoordelijke manier kan omgaan met onze financiën. Rusland haalde meerdere voorbeelden aan hoe de huidige regering met het geld van het volk omgaat. Bij de verkiezing van 25 mei 2020 heeft de samenleving volgens de NPS-topper de mogelijkheid een eind hieraan te brengen. Ik wil ook voor arresteren als het nodig is, ik gedrag is ready. Moeten wij met alle kracht, met man en macht ervoor zorgen dat 25 mei 2020 dit wat of zo. We moeten dat niet arresteren als het nodig is. En ik heb het vaker gezegd, heeft u ook de mogelijkheden zijn de nodig in actie voor. Dan mogen we arrogant zijn als NPS om aan te geven dat tijdens het politiek landschap, if NPS dat in de regering zijn konden, dan kunt u het vergeten. NPS moet erbij zijn. En ik kan u zeggen, dames en heren, landgenoten, partijgenoten, de NPS bereidt zich voor om na 25 mei 2020 die rol te gaan vervullen die wij historisch hebben vervuld in dit land. Die rol van verantwoord bestuur, die rol van puinhoop steeds opruimen. Maar in de komende periode zullen we ervoor zorgen dat we maatregelen treffen dat wat ons is overkomen de afgelopen 10 jaar nooit meer zal gebeuren in Suriname. Patricia Etnel, NPS-assembleelid, haalde aan dat het gedrag van topregeringsfunctionarissen te wensen overlaat. Volgens haar verlagen zij de waarden en normen van de samenleving. Etnel benadrukt dat opvoeding en vorming van de maatschappij sleutelaspecten zijn van een politieke partij. En dan is ze van zo'n leider die challenge red kon af samenleving. En vaak genoeg dat jullie in ma of pada is daar ook zo. Dat je praat zei. Na asam dat mi leer mi chi. Na so am skong. Na dis mi wani lek a gedrag u mi chi. We ma na pa. Maniri. Na wan basis sani fi chawan konde de kuna fisi. En ik kan takking lek fa yon wani a stoer gedrag ne charu gono wan presi. En daarom maniri na wan sansa me chakon tide lek boskopu ji ala mana na pa. Te ye luku yu chi lere fa amus yere fa amus wore. Te ye luku den leibe sa ne charu wakategi den so yu no maktron. Dat aan een nieuw voorbeeld. Het tweede sansa mochako. Na opvoeding. Bika manieren ik go samen na opvoeding. En ik begin na de regels. Discipline. Na sansa moest leren zien. En moest begin teken. Waarom en soorten ook to de sansa leiders ne de boom. Discipline. No vertek u tegen u. Safa ik go in a kondri. Sa en mitunu, plotsele worden verrast na na omen boskopu. San sa ne wakakum, ma a discipline moest de fu tjako reutgaan, lek ouders teken mee. Patricia Etnel, NPS-assembleelid. Zij sprak afgelopen zaterdag tijdens de Opojari-bijeenkomst van de afdeling NPS Paramaribo in Grundjari. Op de vergadering benadrukte ze ook het belang van onderwijs.